Vandaag diende in Utrecht het kort geding dat de Graafschap heeft aangespannen tegen de KNVB. De Doetinchemse voetbalclub eist een plek in de Eredivisie. De advocaat van de Graafschap beticht FC Twente van fraudeleus handelen. Met als enige mogelijke sanctie intrekken van de licentie. In Utrecht is onze verslaggever Maurits Straatman. Maurits, ja, ze hebben lang gepraat daar in Utrecht. Wat is er allemaal besproken? Ja, het was een heel juridisch steekspel hier in de rechtbank in Utrecht vandaag. De advocaat van de KNVB was heel erg duidelijk. Die zei de Graafschap is juridisch gedegradeerd. Want de beroepscommissie van de KNVB heeft gezegd Twente mag erin blijven. Dus degradeert de Graafschap. En daarnaast is de Graafschap ook gewoon nog eens sportief gedegradeerd. Want ze hebben verloren in de play-offs van Go Ahead Eagles. Nou, de advocaat van de Graafschap die dacht daar anders over. Die zei de Graafschap is onsportief gedegradeerd. Hij zei Twente heeft vals gespeeld, heeft financieel allemaal dingen gedaan die niet zouden moeten kunnen en verdient daar straf voor. Hij noemde ook Lance Armstrong, de wielrenner die doping nam en later ook straf kreeg en uitgesloten werd. Nou, Twente zou ook uitgesloten moeten worden en dan zou de Graafschap toch de plek in de Eredivisie moeten krijgen. Na afloop van de zitting sprak ik eventjes met commercieel directrice Martine Zijl en die zei het volgende. Ik heb mij erover verbaasd, eigenlijk al gedurende het hele proces, dat de KNVB enorm prat gaat op het rechtvaardigheidsprincipe, waar het gaat om het oordeel van een beroepscommissie uiteindelijk. Die beroepscommissie is heilig, want dat is rechtvaardig, want dat staat in de statuten van de KNVB. Maar ondertussen vertrappen ze zo'n beetje alle andere rechtvaardigheid, waar het gaat om het overtreden van regels door, in dit geval, FC Twente. FC Twente heeft zoveel spelregels van de KNVB overtreden. En dat wordt eigenlijk nu min of meer met de mantel der liefde bedekt. Dat wordt met een boete afgedaan. En daar hoor ik de KNVB dus niet over die rechtvaardigheid en over die rechtgeldigheid. Maar waar het gaat om de beroepscommissie, dan hebben ze daar de mond vol van. En dat vind ik een beetje merkwaardig. Dat strookt volgens mij niet. Nou, dat is een helder statement. Maar hoe gaat het dan nu verder? Nou, de kortgedingrechter die komt uiterlijk op 15 juli met een uitspraak. En dan is het afwachten wat die beslist. Maar dan denkt de Graafschap ook nog naar de gang naar de rechter om een bodemprocedure te starten. Nou, dat zijn normaal gesproken trajecten die heel lang duren. Voorlopig is er dus nog geen duidelijkheid over hoe dit gaat aflopen. Goed, Maurits Straatman in Utrecht, dankjewel. Ja, 15 juli dus, dan doet de rechter uitspraak, ik hoorde het Maurits zeggen. En ja, 15 juli.